Ik vind het idee van dat uitbreiden van die recreatie vind ik een nutteloze, zielloze toestand gezien het feit dat er al zo verschrikkelijk veel gebeurd is. Dus als je kijkt hoe de Amstel gebruikt wordt, dan is het de Amstel oevers bedoel ik, dan is het nog steeds geweldig rustig, zelfs in de middenzomer. Maar stel nou dat er wel verbeterd wordt die recreatie, dat mensen gaan ontdekken, dat het dus ook wat drukker wordt. Wat is dan het probleem daarvan? Het probleem is dat het misschien wel eens te druk zou kunnen worden. En recreatievormen zoals ze op het ogenblik plaatsvinden, die bedacht worden, vind ik geen recreatieontwikkelingen. Maar dat zijn dingen die bedacht worden om mensen bezig te houden. En mensen kunnen zichzelf kennelijk niet meer bezighouden. Ja, stel ik voor om de discussie over het oeverbos nu te stoppen, want we hebben er al de vorige keer heel lang over gepraat. We hebben er nu alweer de hele tijd over gepraat. Op de website staat er al heel veel over. En ik vind groen heel erg belangrijk en ik vind het heel goed om het erover te hebben. Maar dan heel graag in het algemeen over wat we met de Amstel helemaal, wat groen belangrijk is in je eigen woning. Oké, dan is het oeverbos een metafoor voor de hele Amstelweg. En dan is de Amstelweg voor mij, dat gaat zij van water op duin tot aan de stemming van Amsterdam. Dat is een cultuurlandschap wat wij met elkaar gemaakt hebben en wat we met z'n allen aan het verstedelijken zijn. En waar de druk enorm hoog op wordt. En wij allemaal moeten met elkaar bedenken hoe we, welke kaders we willen meegeven, hoe we dat gebied gaan ontwikkelen. Ik ben geen voorstander van om er een hele groene slurf van te maken die helemaal de stad in gaat. Daarvoor is op dit moment veel te divers en we moeten juist diversiteit houden. Je ziet het stuk verder de stad in, heeft een beetje een flaneer karakter. Nou, daar zijn leuke boten, af en toe zicht, af en toe trappen die het water in gaan, zou dat heel erg kunnen versterken. Die hoek heeft veel meer een groen aspect. Handhaven, niet moeilijk over te doen. Roosdorpbrug is wat mij betreft de perfecte bescherming om te zorgen dat de stad verder de polder in gaat. Handhaven, anders ben je die bescherming kwijt en dan dijkt zo'n stad maar uit. Als je dat gaat doortrekken hier, ja, dan is alles wat je aan de oever en met groen nog hebt, is geneuzel. Dus kijk heel goed ook wat je 50 meter rond in het water aan het doen bent. Interessant.